Wij gaan verder met de volgende sidequest. Vanuit The Carriage hebben wij veel sidequests te doen. Wat hebben we hier? Find the riders, reach the hangar, inspect Eglise. Hier is veel te doen. Laten we daarmee gaan beginnen. Les Invalides. Dus ook de plek waar ik als eerste begonnen ben, helemaal in het begin van de game. Waar we elke keer weer terugkomen. They fled in that direction. I should be able to find a way in. I have already passed by the Eglise Sainte-Marie. I can get back there quickly from here. Kijk, er is veel te doen hier. Inspect the warehouse. Traces of gunpowder. It would appear that Monsieur Lavoisier's gunpowder was taken to the Bastille. Find the gunpowder at the Bastille. Ja, maar goed, daar ben ik nog niet. De Bastille is een area waar ik nog niet ben geweest. Dus dan moeten we hier weer helemaal omheen. Om uiteindelijk uit te komen bij de Riders. Dat gaan we ook wel doen. En we moeten ook bij de Eglise zijn. De kerk. Hier is een vuurvogel. Dat was lek, dat was lek. Critical hitje. Belman en een knotsman. Ik loop ook recht in je knots, hè. Had ik best kunnen dodgen, volgens mij. Daar kan ik op. Dit is de route naar de Eglise. Église de Saint-Marie. Sainte-Marie. Zelfde idee. En hier is ook gewoon een vestel. Hier zijn ook geen vijanden. Hier ligt iets. Some worshippers were able to escape the automats. They ran towards the entrance to the catacombs. Suzanne Necker. De vrouw van Monsieur Necker. Ik kan daar niet naartoe, hier vandaan. Kan daar hier vandaan niet naartoe, lijkt het. Ik zal een alternatieve route moeten vinden. Waarom kan ik hierheen?
Hier ben ik gewoon bij die kerk. Ik kan daar niet overheen. Ik wil daar wel overheen. Kan ik daar omheen? Oh. Het hele leger hier had ik niet gezien. Vijanden genoeg. Kan ik hier tussendoor? Nee. Kan daar ook niet tussendoor. Dus zie je niet een route als zodanig. Het hek kan alleen open vanaf de andere kant. Daar is een ingang vanaf de straat. Lijkt het. Ja, ik kan er wel overheen. Ik weet niet of dit een bedoeling was van de game. Maar ik vond het een mooie sprong. Daar is ook een knotsman die op mij wacht. Met hoge resistance. Niet een normale knotsman. Het is een man die mij 3 keer hit met 1 attack. En die een ijskanon heeft. En die mij hard hit. En die sterft. Key to the Saint Marie Ossuary. Die we meteen gebruiken, die sleutel. Dat is handig. Dat is handig. Zo komen we in de catacombe van de kerk. De veilige haven. Zou ze nog leven? Een vijand. Had ik eigenlijk niet meer verwacht, vijanden. Itempje. Heel veel botten hier. Heel veel botten. Dit is een knotsman. En een spin. Lekker hoor.
Liggen. Ik weet niet te dodgen die attack. Kost me weer bijna al mijn flesjes dit, hè. Zonde. Goed, we komen er wel. Wat is hier nog? Ik kan hier op. Dat zal niet voor niks zijn. Moet niet tegen het dak aanspringen. Een itempje. Bronze ingots. Upgrade materials. Altijd handig. Suzanne Necker. Hier ligt ook een item achter. Kan daar niet komen. Improved frost grenade. Kan hij omhoog om kisten te vinden waar wel weer wat in zit deze keer. Warrior Essence, dit kan kapot. Waar gaat dit heen? Oh, dit gaat naar die item die ik net zag maar niet kon pakken. Het is ook een Essence of a Warrior Spirit. Ik vind relatief weinig flesjes upgrades. Door de game heen. Ik vind het heel veel dode mensen. Knotsman. Ook weer met een spin erbij. Twee zelfs. Twee spinnen zelfs. Kan niks meer zien. Kan niks meer zien. Die spin hield zichzelf. Lekker hoor. Had ik hier ergens omhoog? Hier kan ik omhoog. Ik heb hem skippen, ja. Schönecker's Townhouse. Ik ben bij hun huis. Dat had ik niet verwacht. Dat had ik niet verwacht.
Ik dacht dat hij een dodgebeweging deed, maar hij deed een slaande beweging. A chemical resistance vial. Ze zijn Necker. Is ze gewoon in haar huis? So Madame Necker escaped. I must inform her husband immediately. Ja. Tell Monsieur Necker what happened to his wife. Dat betekent, ik moet terug. Create 3 fulmination resistance module. Use Vestal. Ik heb wel genoeg voor een leveltje up. Meer armor. Have a game. The Recluse of the Abyss. Ik zou nog kunnen kijken of ik de Riders ook nog kan vinden hier vandaan. Dat twijfel ik. Oh, hier ben ik. Dan moet ik om die riders te vinden, moet ik wel hier naartoe. En die vuurvogel die leeft ook weer. Wat? Rare knots, mannen. Find the riders. Ah, ik moet voor die riders moet ik helemaal naar die bos area omheen. Ben ik zoekende naar de looproute voor die riders. Ik vind hier ook een kist die ik nog niet heb gevonden, blijkbaar. Ah! Een flesjes upgrade. Ik zeg de hele tijd, ik vind geen flesjes upgrades. En dan vinden we hier zomaar ineens een flesjes upgrade. What are the odds? Ja, elke shortcut die we vinden is meegenomen. Hé, hey, hier ben ik net geweest. Het zijn die catacomben. Niet de plek die ik nu zoek.
De riders zoek ik. Die wil ik nog even meepakken. En ik weet waar ik moet zijn. Ik weet niet meer hoe ik daar moet komen. Ja, hier moet ik zijn. Hier moet ik zijn. En nu moet ik kijken hoe kom ik dan bij de riders. Hier was die boss fight. Kijk, die ligt hier nog lekker dood te zijn. Die had ik nog niet eens geloot. Ik had die boss nog niet eens geloot. Kistje en een vestel. Kijk nou. Quadrille. Nieuwe items. Ook weer slechte. Slechter in armor. Activate een vestel. Gebruik een vestel. Module keys 3. Nou, dan kan ik die ook upgraden. Ik kan mijn buret upgraden, want ik had een potency gevonden. Huppakee. Kan ik nog wat dingen verkopen? Warrior Spirit Essence. Yes. Die kleding die ik net gevonden heb, die slechter is dan wat ik heb. Grade 3. Fulmination Resistance. Stun Module Reinforced Armor. Ja, dat lijkt me wel wat. Equipment. Wat is critical repair? Oh ja. Restore small amount of health. Ja, dat lijkt me niet per se nodig. Plus 100 armor. Kijk, daar hebben we meer aan. Increase immobilization. Ja, daar zou ik wel een betere nog van willen vinden, inderdaad. Journal items heb ik nog. Allemaal sidequests die nog openstaan. Letters from Suzanne Necker. We vinden nogal wat, hè. Frans Anton Mesmer. Een bassoonist en de treasurer. Of les invalides. Nou, de riders, die liggen hier voor pampers met z'n allen, hadden we al gezien. Not a single one escaped. Ja. Report back to the Marquis de la Fayette. Het hek is open. Dat doet vermoeden dat ik hier al geweest ben. Maar goed. Report back to the Marquis. En report back... die andere... sidequest man. Dat kan. Hebben we correspondence? Ja. Boutique. Something new. Lijkt er niet op. Ja, die quadrille dress die we gevonden hadden, die ook slecht was.
travel ging ik doen. Question Mr. Marat. Tell Monsieur Necker what happened to his wife. Ja, dat moet ik nog even doen. En dan kunnen we daarna deze video weer afronden. En verder gaan we met de volgende sidequest. Question Mr. Marat. Ja, ik heb Mr. Marat nog niet gevonden. Dan kunnen we hem ook niet ondervragen. We kunnen wel Monsieur Necker even vertellen wat er met zijn vrouw is gebeurd. Monsieur Necker. Madame. Eh bien, do you come bearing good news? Your wife. You may rest easy, monsieur. Your wife escaped the massacre. She returned home and left you this letter. Mon Dieu. She's going to meet our daughter and son-in-law at our charity hospital. She may already be there. Madame, I did not dare to dream of such an outcome. My wife and daughter. Can you imagine? And I thought I had lost both of them. The three of us will be able to leave the kingdom and put these horrors behind us forever. What about the bonds? They are not in your possession. No, not yet. You must ensure they do not benefit the king, madame. You will find them in the armoire de fer, in the Palais des Tuileries. Do with them as you see fit. As long as the king does not use them. As for me, I'm going to find my family at once. Thank you. From the bottom of my heart. I pray that your efforts will be successful. Adieu, madame. Adieu. Nou, graag gedaan. Minister Necker has given his bonds to me. That's quite a nice little sum. Can you imagine? That's 1/5 of the kingdom's entire wealth. Wealth that the king squanders for his personal benefit according to his whims. Ma foi. Monsieur Necker certainly has been very generous to his adoptive country. Generous? I have my doubts. The loan was granted at a very high rate. So high, in fact, that it would have dug the deficit into an even deeper state of abyss. Eh bien, monsieur. To what use shall we employ this boonful fortune? If I could spend it, I'd do everything I could to return to the people their confiscated freedom. To begin, I would get them the bread they so sorely need. It is only after the scourge of famine has been vanquished that armed patriots might then be able to rise up against despotism. And where will you find wheat, Robespierre? Will you steal it from under the noses of the automats who have sworn to destroy the human race? As for arming the people, this is another one of your delusions. How could your ragged pack of wretches win any sort of battle that be unable to lift a sword? When you insult the people, you insult me, Monsieur de Lafayette. I am not insulting anyone, Robespierre. But I happen to know what it takes to fight, unlike you. Monsieur, I was but a lad of 15 when I took up arms. And everyone here knows my role in the liberation of America from British rule. If you allow me to dispose of these bonds, I will found an army that will annihilate the Clockwork King's diabolical machines. As soon as I have the opportunity to leave Paris, I will rally the officers and troops that are stationed in the provinces. Then, I will call for a mass uprising. I will have more than enough money to pay their wages and procure the weapons we need. And you will have obedient troops at your beck and call, ready to repress anyone who challenges your power. These troops will only serve the will of the people. I swear it. Are you sure that the king has spared the rest of the kingdom, Monsieur le Marquis? I am almost certain of it, mon père. Despite all of his resources, the king does not have enough manpower to occupy all the garrisons in the country. Aegis, no member of this assembly can force your hand. The choice is yours. Ja, kijk. To whom will you entrust Monsieur Necker's bonds? We moeten ze nog vinden. The bonds are not yet in my possession. Then please continue your search. Kijk, wij hebben de vrouw van Monsieur Necker dan nu gevonden. Dan gaan we toch maar op zoek naar die bonds. Want dat gaat ons wel een voordeel geven in de strijd. Zo lijkt het. Daarvoor moeten we weer fast travelen naar een andere locatie. En dan kunnen we daar de video afronden. Travel.
Luxembourg? Question the people. Nee, dat kon niet meer. Investigate the Hotel de Massillac. Ja, hier, de Tuileries. De Tuileries. Dat is waarschijnlijk die kist waar we al vier keer langs opgelopen waren, die dicht was. Waarschijnlijk is dat de kist waar deze sidequest om draait. Vermoed ik. Here I am at an impasse. Should I go to the Tuileries to examine the safe? There may be a way to force it open. Dat is wat we gaan doen, ja. Palace via the Louvre. Dat is wat we gaan doen. Able to enter it through the courtyard. En dat gaan wij doen in de volgende video. Dus graag tot dan.